Today. Richting en sociaal karakter, regeringsbeleid blijven ongewijzigd. De richting en het sociaal karakter van het beleid van regering Bouterse-Adien blijft ongewijzigd. Staat u mij toe dit kort uiteen te zetten voor uw geacht college. Het kabinet Bouterse-Adien en daarvoor het kabinet Bouterse-Amerali zijn beiden in staat geweest het sociaal contract in stand te houden, ondanks een periode van diepe economische crisis. Dit heeft president Desiree Bouterse gezegd tijdens zijn toespraak bij de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée op 6 juni 2019. De regering was vanwege de economische crisisperiode genoodzaakt de sociale programma's aan te passen. Desondanks heeft thans meer dan 30% van de overheidsuitgaven een sociaal karakter. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.